Oké. Even allemaal eerlijk antwoorden. En steek gewoon je hand omhoog als het zo is. Wie zit hier op Tinder? 1, 2, 3, 4, 5. You liars. Er zitten echt wel veel meer mensen op Tinder, of niet? Ik geloof het ook echt. Oh, goed. Nou, dat valt me eigenlijk wel tegen. Ik had al verwacht. Zit hier, nee, natuurlijk, jij hebt een vriend. Jij hebt Tinder, jij hebt ook een vriendin. Maar als ik zijn leeftijd had en ik was vrij gezellig... Had jij alleen maar getinderd zeker? Was ik echt een Tindermaniac geweest. Ja? Nee, weet ik veel. Maar ik vind het wel... Nooit op gekeken ook eventjes. Nee, wel eens met een vriend van me gewoon eens even gekeken wat er nou allemaal staat. Met een vriend van me. Nee, dat is echt zo. Er staan echt gewoon hele mooie vrouwen op. Dat ik echt wel eens denk van, nou, dat vind ik best wel... Klopt, maar er staan ook hele vage profielen op. Oh. Dit bijvoorbeeld. Ja, niet alles op Tinder is goud. Dat goed, zeg. Oeh, snoep nooit verstandig. Brandon, ja. Hé, en dit is de vriend van Roel van Velsen. Ja. Die gozer ook, hè? Achter die kabouter. Ja. Waar hij die naakte gozer vandaan heeft, hè? Naast Tinder zijn er nog veel meer dating apps. Wat is een bestaande dating app? Ja. Bristler is een dating-app speciaal ontworpen voor vrouwen die dol zijn op mannen met een baard. Kijk, daar hebben we het, de startpagina, zeg maar. Via deze app kunnen zij op zoek gaan naar hun bebaarde droomman. Dat is een veilige manier. Een minder veilige manier is gewoon naar Syrië gaan. En daar... en daar die knalrelatie vinden. Ja. En zou ik nog wel meer grappen met een baard. Ja. Bristler. Het is natuurlijk echt totale onzin. Smaller is een dating-app. Voor vrouwen die vallen op mannen met een kleine penis. Nee. Want, ja, van die constrictor is natuurlijk gelul. En daar zijn er gewoon heel veel van. Maar liefst 83% van de vrouwen hebben er zo een thuis zitten. Dus die mannen zijn geheel in strijd met wat je zou verwachten. Hartstikke gewild. Dus je hoeft je nergens voor te schamen. Er is hoop. Smaller... is alleen te downloaden op de iPad Mini of iPod Nano. Dat wel. Maar het heeft heel weinig geheugen ook. Het is een heel... Het is 1 MB of zo. Ja. Je wou nog Fister. Oh. Dat is een app voor mannen die van vissen houden. Ja, oké. Nee, dat is zo. En je hebt ook nog Whistler. Whistler. Voor mannen met een goede fluit. die kun je daar vinden. Ja. Ik vat het even samen. Denk je dat Tel gelijk heeft met zijn baardendating-app Bristler? Of bestaat die smaller app voor kleingeschapen mannen zoals Ruben? Zij. Ze gaan de hele avond al voor Tel. Fatima, heeft jouw vriend een baard? Ja. Ja, jij vindt het wel lekker als een man... Of hij op die app zit, ik hoop het niet. You never know. Niet meer, ik heb hem daar gevonden. Nee, ik ben voor Tel gegaan, want dat andere vond ik... Sorry, maar ik kan me niet voorstellen dat... Hoezo zeg je sorry tegen Jamai? Tim? Ja, nee, ook. Ja, omdat baarden natuurlijk ook heel hip zijn. Zeker. En ik kan me ook gewoon niet voorstellen dat nou echt mensen nou op zoek zijn naar een klein dingetje. Nee. Merendeels van de mensen geloven ook Tel. Ja. En dat is helemaal goed. Ah, voor zover.